Hoi, ik ben Amani. Ik zit in 1VA, dat staat voor 1VWOA. Hoi, ik ben Madelief en ik zit in de eerste klas van HAVO. Nou, ik ben Lucas van 1MAC. 1MAC, dat staat voor 1 MAVO HAVO C. De keuzevakken zijn eigenlijk alle vakken die je normaal krijgt en soms wat extra's zoals drama. Stel je hebt bijvoorbeeld moeite met wiskunde, kan je een extra uur wiskunde doen. Maar stel je vindt gym leuk, kan je ook een uur gym doen. Het is iets van dat je met balans moet werken en dat je een beetje yoga oefeningen lekker zo. Dinsdag heb je een blokuur, dat zijn 2 lesuren achter elkaar. Daar heb je kinderen die meestal voor LO dansen of art en design kiezen. Je zit ook met verschillende kinderen in de klas. Niet alleen met de kinderen uit je eigen klas. Ook leer je ook meerdere kinderen kennen en maak je meer vrienden. In het begin was ik echt heel zenuwachtig, want niemand uit mijn vorige klas kwam bij mij in de klas. Dus ik was als enige en ik was al een beetje nerveus. Maar alle docenten die hielpen supergoed. Als er iets was, kan je tegen me zeggen. Ik stel gewoon voor om je aardig te gedragen tegen elke docent. Dat helpt ook vooral in het begin van het jaar. Dan krijgen ze een goed beeld van je. Een eerste indruk is altijd belangrijk. Als je gepest wordt, ga gewoon naar je mentor of coach. Dan, die helpt je echt enorm. Ik werd ook vroeger gepest. Nu is het zowat wel gestopt, omdat ik naar mijn mentor ben gegaan. Ja, er wordt heel veel aan gedaan. Ja, wees gewoon jezelf. Dan ben je ook automatisch het gelukkigst. En ja, het mag op deze school. Je bent vrij om te doen, zo is er ook het GSA. De GSA, ja, dat zijn eigenlijk een groep mensen. Hoe het ik weer die homo, lesbisch, trans of iets anders zijn. Maar die groep wil er eigenlijk gewoon voor zorgen dat jullie zelf willen zijn. Dat iedereen zichzelf op deze school durft te zijn. En dat vind ik echt super goed dat deze school dat doet. Neem een pinpas mee. Ja, er zijn heel veel lekkere dingen in de kantine en er is zelfs een automaat. En ook heel veel dingen zijn natuurlijk hartstikke gezond, wat super goed voor je is. Dan word je lekker sterk, net zoals ik. Dat was een grapje. En mag er ook nog een push-up bij? Lukt dat dan? Kijk eens even. Oh. Dus ik zou zeggen, deze komt wel goed van pas. Neem altijd een extra schrift en pennen mee, die zijn altijd handig voor elk vak. Als je een Chromebook hebt, altijd je lader, je weet nooit wanneer die leeg kan gaan. Het is een leuke school, kom hier naartoe. En ik hoop je volgend jaar te zien op deze school. Doei!